Ja hoor, maar ze denken volgende week weer. En ik ga nou die keurig 4 weken letten. Dat vond ik heerlijk, maar die week of je nagels zijn terugkomen. Nou, nou ik er maar 4 weken tussen. Nou, die meesten hadden meer hoe dat terugkomen. Dat is maar met waar. Dat is maar bij de helft betellen letten. Dat weet wel. Je moet erop lopen. En u weet natuurlijk dat de veulens worden beoordeeld door de driekoppige jury op een vijftal punten. Ras, bouw en beenwerk, stap en draf, waarbij de laatste twee onderdelen dubbel worden geteld. En op die manier komen we tot een bepaalde primering middels een puntensysteem wat u natuurlijk intussen allemaal kent. Dat was de presentatie van Alkert van Zweeg, Teun keer Tamme. En dan wachten we het oordeel zo dadelijk van de heer Sonnema af. Goedemorgen dames en heren, zoals al eerder gezegd, zijn we hier op het prachtige keuringsveld in Sint-Nicolaasga. Vandaag keuren we veulens met, zoals gezegd, de collega's Manuel Gasseling en Dick Brummel. Veulen nummer 1 hebben we net in de baan gehad. Het is een teun uit een tamme moeder. Het is een mooi veulen. Het is een rassig veulen. Zit correct in de bouw, zit rek in het lijf. Maar het beenwerk is ietsjes gehoekt, een beetje Franse stand. De beweging is goed, de stap is mooi ruim. De draf is op zich goed gedragen, zou iets sneller aan mogen trainen in het achterbeen. Dit veulen krijgt een tweede premie.
was de presentatie van veulen nummer 2, Niek A.O. Zipke maal Tjaart van mevrouw Oppendijk Hoeksema in Echten. En dan horen we zo dadelijk het oordeel van de jury. In de baan hadden we veulen nummer 2, een Sipke uit een Tjaart, moeder. Dit is een mooi veulen, iets zwaar in de hand, in de hals, maar wel een rassig veulen. Qua bouw zit hij goed in elkaar, het voorbeen mag misschien ietsjes langer. In de stap hadden we wel een kleine bemerking, hij is wat kort in het voorbeen en daardoor ook wat kort in zijn voorhand. Het ritme raakt hij daardoor ietsjes kwijt. In de draf liep hij iets op de voorhand. Maar wel goed voor een tweede premie. Dankjewel. Keuren op locatie zoals dat door het stamboek in het leven is geroepen. Op een groot aantal plaatsen over het hele land. En zoals ook vandaag hier. Toch best wel een hele redelijke vervanging van die fokdagen. Is alleen ja, het weer zal dat toch even anders zijn. Maar ja, je kunt ook concluderen dat dit podium, wat wereldwijd bekeken kan worden, ook weer ongekende mogelijkheden biedt. En zeker ook onze buitenlandse leden in staat stelt om eens live mee te maken hoe een keuring, zo'n locatiekeuring, hier in het moederland van de Koninklijke Vereniging het Fries Paardenstamboek in zijn werk gaat. En zeker een behoefte voorziet. Dan constateer ik dat er op dit moment even geen aanvoer hier zich bevindt bij de entree van de ring. Ik wil eigenaren toch oproepen om zo snel mogelijk hier op tijd te verschijnen, zodat ook de jury vlot door kan keuren. En voor geïnteresseerden onder u kan u melden dat er opnieuw weer een locatiekeuring gaat plaatsvinden. En wel in Siegerswoude op het bedrijf van Stal de Mersken. Ook om 10:00 bent u daar uiteraard op gepaste wijze welkom. Stal de Mersken dus morgen om 10:00 locatiekeuring. Ja, dames en heren, in de baan hadden we nummer 4, een Teun uit een Fritsen. Nummer 3 was afwezig. Het is een mooi veulen, een mooi zwart veulen. Had in zijn hoofd iets edeler gekund. Qua bouw is hij correct gebouwd. Beenwerk was goed van stand. De stap was actief, ruim voldoende. De draf was extra met veel buiging in het spronggewricht, bracht goed onder. Voor een echt een heel hoog cijfer had hij misschien ietsjes meer oprichting mogen tonen, maar krijgt een tweede premie vandaag. This foal get a second premium today.
hebben, hè? Wil je hem even op je staart stapen? Ja. Het is goed dat we dat zouden doen, want anders dan... Ja. Dat is een taart, Richard. Ja. Het woord is aan de heer Sonoma, die de verlossende woorden met betrekking tot de primering met u gaat bespreken. Ja, dames en heren, in de baan hadden we nu catalogus nummer 5, een teun uit een Andriesmoeder. Een mooi, correct gebouwd veulen, mooi ras, mooi hoofdje erop. Qua bouw, weinig op aan te merken, ligt een mooi kruis in, mooie kruislegging, mooi van lengte. Beenwerk correct, voldoende stap. En in draf liet hij hem even extra zien, met een beetje zweef. Hij kon schakelen. Misschien heeft hij een ietsje een onderhals, maar verder een heel correct veulen en krijgt vandaag een eerste premie.
was bouw en beenwerk, stap en draf. En waarvan de laatste twee dus dubbel tellen. Dat bepaalt de uiteindelijke primering ook van deze jonge Iermen, zo dadelijk. En dat horen we natuurlijk straks weer van de heer Sonnema, de woordvoerder van de jury. Vandaag bestaande uit de heren Manuel Gasseling en Willem Sonnema. En toegevoegd aspirant jurylid Dick Brummel. Het driemanschap verantwoordelijk voor de beoordeling van alle te keuren veulens vandaag. In de baan hadden we zo pas catalogus nummer 6, een Iermen uit een pier. Heel mooi rassig veulen, heel mooi hoofd erop, mooi opzet. Kruis komt misschien, is ietsjes hellend, de rug is, mocht ietsjes sterker. In stap hadden we graag ietsjes meer ruimte en ietsjes meer takt gezien. In draf misten we ietsjes het schakelend vermogen, maar al met al een tweede premie veulen. So this foal get a second premium. En bij de ereklasse en een winstsom van meer dan 40.000 euro. Er zijn weinige Friese paarden in de sport die dat weten te realiseren. En Ulke presteerde dat. Catalogus nummer 7 is een Marcus uit een Ulkemoeder. Heel mooi veulen met veel hals. Prachtig kruis ligt erin. Het zou misschien in de rug ietsje sterker mogen. De stap is voldoende, sluit goed aan. In draf laat hij hem extra zien.
Hij kan schakelen, hij heeft veel souplesse, loopt mooi door het lijf, mooi op eigen benen. Dit veulen krijgt vandaag een eerste premie. This foal, catalog number 7, gets the first premium today. Het zal net hier voor mij wezen, zei de slachter. Hij zal toch zeggen, je eerste baas die Tom hier geeft, ze zien de baan. Standard maal Tiemen. Standard moeder en Tiemen uiteraard de vader. En dan krijg ik door dat ons commentaar via de microfoon, dus ook via de livestream te volgen is. Ja, voor degene die een enkel Friestalig verhaal van mij hebben gehoord, u kunt de vertaling vinden op teletext pagina 888. Catalogus nummer 8, een Tiemen uit een standaardmoeder. Mooi, rassig veulen, kon misschien in het kruis iets rechter, iets vlakker zijn. Het kruis is iets hellend. Rug mag ietsje sterker. In de stap hadden we eerst iets problemen met de takt. We hebben hem even over laten stappen. De takt was op zich goed. De draf was iets vlak, was wel voldoende ruim. Dit veulen krijgt een tweede premie. This foal gets a second premium. I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need. And I found it there in your heart. It isn't too hard to see.
Sommigen van u zijn misschien net gearriveerd, namens het bestuur uiteraard welkom. Catalogus van deze veulenkeuring is beschikbaar op het secretariaat. Dat vindt u aan de achterzijde bij de entree naar de binnenbak van de manege. En daarin vindt u alle te keuren veulens hier vandaag. Teun maal Beert. Catalogus nummer 10. Ja, dames en heren, we hadden in de baan veulen nummer 10, rubriek nummer 10, een teun uit een beertmoeder. Een heel rassig veulen, mooi lengte in de hals, mooi lang gelijnd, opwaarts gebouwd, dat is positief. Beenwerk was voldoende van kwaliteit, correct gesteld. De stap hadden we graag toch ietsjes ruimer gezien, maar de draf daarentegen was goed. Veel zweef, kwam mooi van de grond, krijgt vandaag een eerste premie. This foal get a first premium. Dream of you and I don't wanna fall in love.
love is only gonna break your heart. This love is only gonna break your heart. No. Ja, dames en heren, er volgt nu de toelichting op catalogus nummer 11, een menne uit een olafmoeder. Op zich een rassig veulen. In de bouw hebben we wel wat bemerkingen. Hij is wat neerwaarts gebouwd, voorbeen is wat kort. En hij mist iets in de verbindingen. De stap was voldoende. De draf maakt hij mooi in zijn front. Komt hij wel wat van de grond. Zou ietsjes, toch iets meer oprichting mogen tonen. Dit veulen krijgt een tweede premie. This foal get a second premium. En dan zijn we in afwachting van de toelichting op deze Melaka, de teun uit een beertmoeder van Hendrik Kuiper in Oosterend. Nothing to lose. Maybe we'll make something. We might.
Dames en heren, in de baan hadden we catalogus nummer 12, een teun uit een beertmoeder. Op zich een mooi rassig veulen, met een heel mooi kruis erin. Mist misschien zou iets meer lengte in de benen, zou hem niet meer staan. Dit is wel een sterk gebouwd veulen. In stap hadden we hem iets resoluter willen zien. In draf maakt hij hem op zich mooi, maar blijft ietsjes op de voorhand draven. Dit veulen krijgt een tweede premie. This foal get a second premium. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? We willen graag een aantal veulens hier in de vooropstelling, te beginnen met 15, 16 en 17, zodat de jury mooi vlot door kan keuren. En het ligt in het voornemen zo rond de klok van 12:30 even een half uurtje te pauzeren. Dan weet u dat maar vast. En ondertussen gaat het programma gewoon door en is deze keuring, en ik heb het al eerder aangehaald, vanmorgen ook te volgen via de livestream, zodat we wereldwijd kijkers en luisteraars hebben. En het onderstreept nog maar weer eens een keer het nationale karakter van ons stamboek en daarmee uiteraard ons Friese paard. Zal niet verschijnen, die kunt u dus doorhalen en dan zijn we in afwachting van de 15 en de overige graag deze kant op, 16, 17, 18 en zo verder. Oh, catalogus nummer. Waar is het nummer van 15 nog niet afgehaald, dus of die blijft aanwezig. Maar die moet wel heel snel deze kant op komen. Catalogus nummer 13 is een wietse uit een Andries moeder. Sterk gebouwd veulen. Zou in de hals misschien ietsjes langer mogen. De rug is voldoende sterk. Beenwerk is correct gesteld, voldoende droog. In de stap zou die iets resoluter mogen stappen. Mist ietsjes ruimte. In de draf heeft hij een hele mooie voorhand. Zegt voor, mooi weg. Zou achter iets sneller aan mogen sluiten. Dit veulen krijgt een tweede premie. This foal get a second premium. Surely to the sea.
And hold me fast. This magic spell you cast. This is the uncle's hand. When you kiss me, heaven sighs, and the light fills my eyes. I see that the uncle's hand. When you press me to your heart, I'm in the part. A world of roses bloom. To turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be lovely. Matthijs Maal Jerke, die nog even een extra staprondje maakt. En dan horen we zo dadelijk, zoals steeds vandaag, het commentaar van juryvoorzitter, in dit geval Willem Sonnema, over de kwaliteiten van deze jonge Matthijs en welke premie of hij verdient. En natuurlijk doen ze het thuis altijd beter. Tenminste, dat hoor je nog wel gauw eens. Maar we gaan eens horen wat de bevindingen van de jury zijn. De uitslag van catalogus nummer 16. Dat is een Matthijs uit een Jerkemoeder. Een mooi, langgelijnd veulen. Veel ras. Mooi hoofdje erop, mooi ogen erin. Het kruis is misschien een fractie hellend, maar dat stoort verder niet. De stap hadden we wel ietsjes een probleem, dat mocht wat meer aantreden, mocht ietsjes ruimer zijn. Daarentegen de draf had hij veel souplesse, was opwaarts en veel spronggebruik. Dit veul krijgt een eerste premie. This foal gets a first premium.
En voor geïnteresseerden onder u, dit veulen is ook te koop, desgewenst. Stelt u zich daartoe maar in verbinding met de heer Riepkema. En dan zijn we natuurlijk benieuwd naar de motivering en de beschrijving van de jury over deze Urne van Lietz Siepenstein, de Marcus Mal Uwe. Catalogus nummer 17 is een Marcus uit een uwe moeder. Een heel mooi zwart veulen. Mist iets lengte in het kruis. Verder de stap. Vonden we mist hij wat ruimte. Mag die voor wat verder wegzetten. In de draf missen we het schakelend vermogen. En de ruimte in de voorhand. Maar het draaft wel met voldoende takt. Dit veulen krijgt een tweede premie. This foal get a second premium. Een rood. Thank you.
Catalogus nummer 18, dames en heren, is een jouwe uit een tjale moeder. Het is een heel rassig veulen met veel opzet. Qua bouw is hij heel correct gebouwd. Mooi lang geleid. Voldoende sterk in de rug. Mooie kruisligging. Beenwerk is voldoende qua stelling en qua stand is hij goed in het beenwerk. Stap is voldoende. De draf is voldoende ruim en zweef. Maar zou ietsjes meer opwaarts mogen draven. Maar mede door zijn ras en zijn bouw krijgt dit veulen vandaag een eerste premie. This foal gets a first premium. En op een dag als vandaag, dan realiseer je eens te meer het gemis aan de keuring straks op zaterdag eventueel in Blauwhuis, die helaas vanwege de coronamaatregelen natuurlijk ook geschrapt is. Een van de hoogtepunten van het driedaagse dorpsfeest van het dorp, waar wij als vakvereniging natuurlijk hele nauwe banden mee hebben en in het bijzonder met de merkencommissie, die ons altijd bijstaat in het realiseren van die fokdag. En natuurlijk is ook vandaag toch een ander verhaal dan dat we normaliter hier op donderdag in Sint-Nicolaas gaan tijdens onze fokdag hebben. Maar goed, er is zoveel wat dit jaar vanwege de omstandigheden natuurlijk geschrapt wordt. En met angst en beven kijken we natuurlijk ook al een klein beetje vooruit richting januari. Wat gaat er gebeuren met een van de mooiste dagen van het jaar? De hengstenkeuring in Leeuwarden. Maar goed, het heeft zijn reden. En we moeten ons er allemaal bij neerleggen. Het is niet anders, er zit niet anders op. Gelukkig dat de vakvereniging toch nog het initiatief heeft genomen om deze locatiekeuringen zowel vandaag als zaterdag op touw te zetten om in elk geval de leden de gelegenheid te bieden hun veulens te laten keuren. Catalogus nummer 19 is een bartel uit een Ritse moeder. Het is een mooi rassig veulen met een mooie romprichting. Beenwerk hadden we wel ietsje bemerking op de afloop van het voorbeen. In stap is hij voldoende ruim. In draf mag hij wat sterker aantreden. Hij mag iets sneller in zijn achterbeen aantreden. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. This foal gets a second premium.
In afwachting van de primering en de motivatie daarbij van Orkaan, de Ulbron maal Arjen. Het woord is uiteraard zo dadelijk aan de heer Sonoma. De uitslag van veulen nummer 20, een Ulbron uit een Ariënmoeder. Het is een beetje naar voren gebouwd veulen met wel voldoende sprekend hoofd. Hij mist wat lengte in de benen. Hij mist ook iets ontwikkeling. De stap was wat kort en miste af en toe wat takt. De draf was erg op de voorhand. Hij moet wat sneller aantreden vanuit het achterbeen en de was iets vlak in draf. Dit veulen krijgt een derde premie. This foal get a third premium.
de uitslag van catalogus nummer 21, een teun uit een beertmoeder. Het is een heel mooi rassig veulen met een mooi hoofdje erop. Een hele goed gebouwd veulen, mooi opwaarts, heel positief. Zijn bouw is echt, de romprichting is heel positief. Beenwerk is voldoende van kwaliteit, is een fractie gehoekt. De stap is ruim en actief. De draf vertoont veel ruimte, veel zweef, mooi opwaarts, mooi gedragen draf. En met de mogelijkheid tot schakelen, zo dit veulen krijgt een eerste premie. This foal get a first premium. En dan kan ik u alvast melden dat wij straks na nummer 24 even een ogenblik gaan pauzeren. Waarna we het programma zullen vervolgen. Ja, je kunt toch wel degelijk concluderen tot dusverre dat de Hengst Teun zich wat dat betreft hier positief onderscheidt. Scoorde hier zojuist zijn derde eerste premie. Een resultaat wat eigenaar Tjalling de Boer uiteraard met plezier zal begroeten. En natuurlijk kan ook positief aangemeld worden dat het aantal premies tot dusverre positief meevalt. In die zin dat tot dusverre 1/3 en voor het overige eerste dan wel 2 premies hebben kunnen bijschrijven als fokvereniging vandaag. En dat is toch een heel leuk en aantrekkelijk begin van deze locatiekeuring. En misschien dat het ook aan de andere kant zou je kunnen zeggen, eens de kwaliteit van de fokvereniging het Friese Hynder onderschrijft. Die van oudsher bekend staat als een prima fokgebied met heel veel kwaliteit in de moederstammen. Die natuurlijk in de loop der jaren ook over andere fokgebieden in Nederland zijn verspreid en zijn aangekocht door fokkers buiten Friesland. Omdat een goed begin in veel gevallen het halve werk nu eenmaal is. En wat dat betreft kun je beter iets investeren in kwaliteit uit een van de beste fokgebieden die we in Friesland kennen. Het Friese Hynder in Blauwhuis. Zijn we natuurlijk in afwachting van de heer Sonnema die zo dadelijk de toelichting zal verzorgen bij Menzo RS van Top en Twel. De uitslag van catalogus nummer 22 is een mees uit een Norbert moeder. Voldoende rassig veulen. Mocht in de rug ietsje sterker zijn, valt ietsje weg in de rug. Kruis is voldoende, is positief. Voldoende van lengte, mooi vlak. Beenwerk is voldoende. Stap is ruim, maar mist ietsjes afdruk. Maar in draf is hij wat traag achter. Heeft wel voldoende ruimte en takt. Maar hij gooit zijn achterbeen te ver naar achteren. En mist snelheid in het achterbeen. Dit veulen krijgt een tweede premie. This foal get a second premium. Voor zover daar onduidelijkheid zou over bestaan,
kan ik u nog even melden dat wij het kampioenschap hebben wat door elkaar in die zin is georganiseerd. Zowel als hengsten die nemen het tegen elkaar op in die kampioensring. Dus we hebben geen kampioenschap voor alleen hengsten en geen kampioenschap voor alleen merries. Maar gewoon een algemeen kampioenschap. En dan wordt het beste veulen bekroond. Als mede de reservekampioen. De toelichting van de heer Sonnema. Catalogus nummer 23 is een Marcus uit een Volkertmoeder. Het is een mooi rassig veulen met een opvallend mooi groot oog erin. Qua bouw is hij voldoende lang gelijnd, voldoende sterk in de verbindingen. Beenwerk is correct gesteld, ietsje stoontredig. Qua stap is hij, heeft hij voldoende lengte, voldoende activiteit. Maar in draf zagen we graag ietsjes meer oprichting en ietsjes sneller in het achterbeen. Hij mag ietsjes meer aantreden vanuit het achterbeen. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. This foal get a second premium. Een duidelijk verhaal en dat betekent dus...
Ja, dames en heren, dit was volgens mij het laatste hengstveulen, catalogus nummer 24, een Wiemer uit een Tjallemoeder. Het is een voldoende rassig veulen, maar in bouw is hij wat neerwaarts gebouwd. De rug zou wat sterker mogen en het veulen doet wat beknapt aan. Beenwerk is voldoende gesteld. Stap is voldoende ruim, maar in draf mist hij het schakelend vermogen. Hij mist het opwaartse draven en hij mist eigenlijk wat de lengte in zijn draf, in zijn lichaam, de souplesse. Dit veulen krijgt vandaag een derde premie. This foal get a third premium. Voor de uitslag en de toelichting wachten we het commentaar af, in dit geval van de heer Manuel Gasseling uit Didam. Hier bij de uitslag van nummer 25, dat is een jonge Alwin Malreinder, is voldoende lang gelijnd, zou een fractie meer opwaarts gebouwd mogen zijn. Het is goed ontwikkeld, het hoofd is voldoende rastypisch, de hoofd-halsverbinding is voldoende, de hals is wel lang en staat er verticaal op. De schouders liggen correct in, voorbeenlengte is voldoende, zou misschien iets langer kunnen. De bovenlijn is verder correct, het kruis is voldoende lang, maar iets hellend. Beenwerkkwaliteit is voldoende, ook voorbeen en achterbeenstand zijn correct. De stap mag wat ruimer, wel voldoende takt, mag iets meer lichaamsgebruik tonen. De draf is ook voldoende ruim, maar daarin blijft hij wat op de voorhand. Wel voldoende door het lichaam, maar mag beduiden wat meer reizen in het front. Vandaar krijgt Veulen vandaag een tweede premie. This foal gets a second premium today. Dank u wel. Maken we ons op voor de entree.
Nou, we zijn uiteraard heel benieuwd naar het oordeel van Manuel Gasseling en Willem Sonoma en Dick Brummel ten aanzien van catalogus nummer 28. Zo dadelijk. Ja, hier bij de uitslag van nummer 28, een jonge Ulbrand Mal Jasper. Heeft voldoende lang gelijnd veulen. Het zou misschien een fractie meer opwaarts gebouwd mogen zijn. Maar is goed ontwikkeld. Het hoofdje zou wat sprekender mogen. De hoofdhalsverbinding is licht. De schouder heeft voldoende lengte en is goed verticaal gesteld. De bovenlijn is verder correct. Het kruis zou misschien iets meer lengte mogen hebben en is wat meer hellend dan gewenst. Het beenwerk is wel heel mooi hard, mooi droog. En is verder ook correct gesteld, dus dat is een heel positief punt bij dit veulen. De stap was voldoende ruim, mag wat actiever, maar toont wel voldoende spronggebruik daarin. De draf is ruim en krachtig, hij heeft een mooi zweefmoment en laat daarin ook een mooi schakelend vermogen zien. En mede door zijn goede beenwerk en zijn goede draf krijgt hij vandaag een eerste premie. This foal gets a first premium today. En natuurlijk ook in dit geval dezelfde criteria als dag, ras, bouw en beenwerk. En de belangrijkste wegingsfactor die ook dubbel telt, de stap en de draf. En dat geldt uiteraard ook voor deze Marioke van de Ridderdiek. Wie schrijft, die blijft. En dat geldt zeker voor onze juryleden.
die in kort tijdbestek toch een beoordeling op papier moeten zien te krijgen. En we gaan eens horen wat de heer Gasseling van deze jonge eisen te melden heeft. Nou, hier bij de uitslag van nummer 31, dat is een jonge eisen keer Rindert. Er is al voldoende lang gelijnd veulen. Het doet wat driedelig aan. Zo in die bovenlijn zou die wel wat sterker mogen zijn. De romprichting is al voldoende. Is goed ontwikkeld. Het hoofdje is rastypisch. De hals heeft voldoende lengte. Is goed verticaal gesteld. Voorbeenlengte is ook voldoende. Ja, de bovenlijn, ja, daar mag hij toch echt wel wat beduidend wat sterker in zijn. Beenwerkkwaliteit is wel voldoende. Voorbeenstand is iets toontredend. Achterbeenstand iets gehoekt. De stap is al voldoende ruim. Achterbeen mag daarin wat sneller aansluiten. En de draf maakt hij wel houding. Is ook wel voldoende ruim. En dan drukt hij wel ietsje zijn rug weg. Maar toont daarin wel wat lossigheid. En krijgt vandaag een tweede premie. Het is voor Cats de second premium today. En dan gaan we eens kijken en horen vooral ook wat de overwegingen van de jury zijn bij het vaststellen van de premie voor deze jonge pier uit de fokkerij van de familie De Vries in de Lopen. En hier bij de uitslag van nummer 33, de jonge Pier Malonne.
Voldoende gelijnd paard, voldoende lang gelijnd. Zou iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Is wel goed ontwikkeld. Het hoofdje is ras typisch. De hoofd-halsverbinding is wel weer aan de zware kant. De hals is voldoende lang en verticaal geplaatst. De bovenlijn mag in zijn totaliteit wat sterker. Het kruis is voldoende qua lengte, maar wel erg hellend. De voorbeen- en achterbeenstanden zijn verder wel correct. In stap zou het wat ruimer mogen en daar mist hij soms wat de takt en de regelmaat. De draf is wel ruim en dan maakt hij ook houding. Alleen het achterbeen mag daarin wel wat sneller ondertreden en mag wat krachtiger ondertreden. Vandaag krijgt het veulen een tweede premie. This foal gets a second premium today. Dan hier bij de uitslag van nummer 34, een jonge Omer Tjerk. Veulen wat royaler ontwikkeld zou mogen zijn. Fractie neerwaarts gebouwd is. Hoofd is voldoende sprekend. Hals is voldoende lengte, wel wat horizontaal gesteld.
Voorbeen hadden we ook graag iets langer willen zien. Iets meer voorbeenlengte zou niet meer staan. De bovenlijn in totaliteit zou ook wat sterker mogen. Het kruis is heel veel lengte, maar is ook hellend. De beenwerkkwaliteit is voldoende. De beenstanden zijn verder wel correct. De stap is wel ruim. Voldoende takmatig, alleen zou hij daar wat meer afdruk in mogen tonen. En de draf, het is wel ruim, voldoende takmatig, alleen blijft erg neerwaarts, blijft erg op de voorhand lopen. En Veulen krijgt vandaag een derde premie. This foal gets a third premium today. Een oproep bestemd voor eigenaar van Veulen nummer 35. U bent zo dadelijk aan de beurt. Graag met spoed hier naar de vooropstelling. Mevrouw Atema Hitsum, graag met kataloos nummer 35 met spoed naar de vooropstelling. Nou, hier bij de uitslag van nummer 32 is een jonge Alwin keer Jasper. Een veulen die voldoende lang gelijnd is. Is goed ontwikkeld. Het hoofdje is voldoende rastypisch. De hoofd-halsverbinding is een fractie zwaar. De hals is wel heel veel lengte. Maar is ook iets horizontaal erin. Zou iets meer oprichting mogen tonen. De voorbeenlengte zou ook wat meer lengte mogen hebben. De rug, bovenlijn, dus lenden en partij zou iets sterker aan mogen sluiten. De kruis is lang. Alleen wel wat en wel correct qua ligging.
Beenwerkkwaliteit is voldoende. Achterbeen is een fractie gehoekt. De stap is ruim en actief. Maar zou daar iets meer buiging in het achterbeen mogen hebben. En de draf is ook voldoende ruim. Maakt hij ook veel houding wel. Maar ook daarin zouden we graag zien dat hij gewoon iets meer afdruk zou mogen hebben in het achterbeen. Vandaag wordt hij beloond met een tweede premie. Dit is voor Ketsen second premium today. Even een dienstmededeling in overleg met het bestuur. Gezien de tijd van dit ogenblik, 14:15, en waar we ons nu bevinden in het aantal nog te keuren veulens, is het wellicht te overwegen om er rekening mee te houden dat we de kampioenskeuring een half uurtje naar voren halen, dus niet 3 uur, maar 14:30. Houdt u daar enigszins rekening mee? Het kan 5 minuten verkeren, maar goed, 3 uur is wel heel erg lang wachten nog. Dus eigenaren van eerste premieveulens, hou er rekening mee dat wij de kampioenskeuring wellicht een half uurtje naar voren halen. Zo dadelijk 36 aan de beurt. Hier bij de uitslag van nummer 35, dat is de jonge Tiemenmal Beert. Dat is een heel aansprekend veulen, goed in verhoudingen, horizontaal gebouwd. Hij is ook goed ontwikkeld. Een mooi ras, typisch hoofd. De hals is lang, staat mooi verticaal op. De schouder is mooi stijl en heeft voldoende voorbeenlengte. De bovenlijn is verder correct, kruis is lang, maar wel iets hellend. Voorbeenstand, ja, daar staat hij iets toontrederig. De achterbeenstand is verder wel correct. De stap mag iets ruimer, maar is wel actief en voldoende door het lichaam. En de draf, ja, is ook voldoende ruim, voldoende takt. Alleen dan zou hij ook iets meer activiteit mogen laten zien en iets meer oprichting tonen. Maar dan nog, gezien zijn goede rastype en zijn goede bouw, krijgt hij vandaag een eerste premie. Dus Volketsen first premium today. Thank you for listening to this song.
Please join us on our Facebook music page and our YouTube channel. We hope you have a great day. Maken we ons op voor de uitslag en de primering van 36, de jonge Julius van de familie Kruis. Het woord is zo dadelijk aan de heer Gasseling. Hier bij de uitslag van nummer 36, de jonge Julius Malbente. Ze hebben voldoende langgelijnd veulen, vrijwoordenstaal gebouwd, is goed ontwikkeld.
De hoofd voldoende sprekend. De hoofd-halsverbinding is wel mooi licht. De hals is lang, alleen staat wel iets horizontaal aangezet. De schouder ligt wel mooi schuin in. De voorwiellengte is voldoende. Ja, de rug- en de lendenaansluiting zouden wat sterker mogen zijn. Het kruis is lang, maar is iets hellend. Het beenwerk is wel voldoende qua hardheid en qua standen zijn ze verder correct. De stap die zou wat ruimte, meer ruimte mogen nemen, wel voldoende takt en iets meer afdruk mogen hebben. De draf is wel ruim, ook voldoende takt. Maar ook daarin zou hij iets meer afdruk mogen tonen en wat meer schakelend vermogen hebben. Dus vandaar krijgt het Vulde een tweede premie vandaag. This foal gets a second premium today. In aantocht 38 en wij maken ons op voor de primering en de bespreking daarbij door de heer Gasseling ten aanzien van Metje van Lietz Grons. Hier bij de uitslag van nummer 37, een jonge Ulbra Malciauke. Een voldoende langgelijnd veulen, is goed ontwikkeld. De hoofd is voldoende rastypisch, hoofd-halsverbinding is ook voldoende. De hals heeft veel lengte en is voldoende verticaal geplaatst. Lengte voorbeen is ook voldoende van lengte. De bovenlijn is verder correct, kruis is lang en ook wel correct qua ligging. Beenstanden zijn verder correct, het beenwerk is ook voldoende hard en voldoende droog. De stap is ruim, is goed door het lichaam, heeft ook een goede takt daarin. Zal misschien wel iets meer activiteit mogen tonen, maar ook ruim voldoende. De draf, daar maakt hij ook veel houding, voldoende souplesse en heeft ook voldoende schakelend vermogen en toont hij ook veer. De veulen wordt vandaag beloond met een eerste premie.
This foal gets a first premium today. In de piste de combinatie Brandsma de Wolf. De uitslag en de primering voor Mette van Hulpen zo dadelijk aan u. Toegelicht door Manuel Gasseling. Hier bij de uitslag van nummer 38, dat is een jonge menne uit een vongermoeder. Dat is een veulen die goed in verhouding is, waar horizontaal gebouwd is, waar voldoende goed ontwikkeld is. De hoofd-halsverbinding is mooi licht. De hals voldoende lengte, wel iets horizontaal aangezet. Voorbeenlengte is ook voldoende. De bovenlijn in zijn totaliteit is ook correct. De kruis voldoende lengte, wel wat hellend. Beenwerkkwaliteit straalt voldoende kwaliteit uit.
Wel een kleine bemerking op zijn voorbeen, dat is hij wel toontredig, vooral rechtsvoor. Achterbeenstand is verder wel correct. De stap is actief, met voldoende ruimte en voldoende takt. De draf is ruim, heeft hij wel veel buiging in het achterbeen. Maar daarin blijft hij toch wel wat neerwaarts, zodat hij iets meer oprichting mogen tonen. Gezien het geheel krijgt het Veulen vandaag een tweede premie. En dan gaan we zo langzamerhand in de richting van de finish. Als het een beetje mee zit, dan hebben we nog 5 veulen zodat gaan. En dan hebben we nog een heel aantrekkelijk toetje voor u in de vorm van een kampioenschap voor vandaag. Waarin allereerste premieveulens gewoon door elkaar, hengsten en merries, strijden om het kampioenschap. Dan wel het reservekampioenschap van deze locatiekeuring hier vandaag in Sint-Nicolaasga. En datzelfde fenomeen herhalen we zaterdag aanstaande eveneens. Om op die manier toch iets van de sfeer van onze fokdagen op te roepen, heeft het bestuur besloten en gemeend om een derde kampioenschap aan deze beide locatiekeuringen toe te voegen. En daarvoor dank aan een viertal sponsoren. Nou, hier bij de uitslag van nummer 39, jonge Marcus Maurijnder.
Het is een voldoende langgelijnd veulen. Hij is goed ontwikkeld. Hij heeft een mooi hoofd. Vooral het grote oog valt toch wel op. Een mooi sprekend hoofd heeft hij daardoor. De hals is voldoende van lengte en staat er voldoende verticaal op. Lengte voorbeen is ook voldoende. Bovenlijn is verder correct. Kruis heeft voldoende lengte en is correct qua ligging. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Ook de beenstanden zijn van voldoende qua standen. De stap mag wat ruimer. Zou die wat meer buiging mogen laten zien. En daar mist hij af en toe wat de takt en de regelmaat. Is hij wat zoekerig in af en toe. En de draft, ja, dat toont hij wel souplesse. Heeft hij ook veel veer. Daarbij zou het achterbeen wel iets sneller aan mogen treden. En heeft daar wel voldoende ruimte in. Vandaag krijg ik het vullen een tweede premie. Zo, kort erover. Hier bij de uitslag van nummer 40, de jonge Wietsema Olof. Hij is een veulen wat iets neerwaarts gebouwd is, wat goed ontwikkeld is. Het hoofd is voldoende sprekend.
De hoofd-halsverbinding is wat zwaar. De hals had iets meer lengte mogen hebben. De lengte voorbeen ook. Die zou iets meer lengte mogen hebben. De bovenlijn zou wat sterker aan mogen sluiten. De kruis is wel lang en is ook correct qua ligging. De beenwerkkwaliteit is voldoende. De voorbeen- en achterbeenstanden. Het voorbeen is correct qua stand. De achterbeen is een fractie meer gehoekt dan gewenst. De stap is voldoende ruim en actief. En daar toont hij ook wel voldoende afdruk in. De draf heeft hij ook voldoende takt en voldoende ruimte. Maar daarin zou hij wat meer schakelend vermogen mogen hebben en iets meer oprichting mogen tonen. Mede door zijn goede, toch wel een goede stap en zijn goede rastype krijgt hij vandaag een tweede premie. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light. Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Nog drie veulens zo dadelijk te beoordelen. En dan zit het er voor vandaag op. Uiteraard nog een toetje voor u, de aansluitend de kampioenskeuring. En alle eerste premieveulens tot dusver, 8 in getal, mogen daarbij de hoofdpiste wederom betreden om een gooi te doen naar het kampioenschap, ofwel het reservekampioenschap van deze eerste locatiekeuring van Fokvereniging het Friese Hynder. Houdt u die veulens alvast gereed. In afwachting van de uitslag voor nummer 41, Nine van Balta. De Tiemen maal Wolfert. En hier bij de uitslag van nummer 41, een jonge Tiemen maal Wolfert. Voldoende lang gelijnd, het zou iets meer opwaarts gebouwd mogen zijn. De hals voldoende lengte. Voldoende qua richting. De bovenlijn is verder correct. Beenwerk is voldoende voor kwaliteit. Voorbeenstand is ietsjes Frans gesteld. Achterbeenstand is een fractie recht. De stap is ruim. De achterbeen sluit goed aan en heeft daar veel activiteit in die stap. In draf maakt hij ook wel ruimte. Ook voldoende takmatig. Maar zou daar iets meer schakelend vermogen mogen hebben en iets meer oprichting mogen tonen.
We krijgen vandaag een tweede premie. This fool gets a second premium today. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.
Hier bij de uitslag van nummer 42, dat is een jonge Teun van Maurits. Dat is een voldoende lang gelijnd veulen, misschien een fractie neerwaarts gebouwd, goed ontwikkeld. Het hoofd is voldoende sprekend, de hals heeft voldoende lengte en staat voldoende verticaal gesteld. De bovenlijn, de rug, zou die misschien wat sterker mogen zijn. Daarentegen is hij op de lendenen weer iets gedreven, is hij wel wat strak op die lendenen. Het kruis heeft voldoende lengte en verder correct qua ligging. Beenstanden zijn verder correct, voorbeen zou misschien iets correcter kunnen. De stap is wel actief, mag wat ruimer, heeft daar ook wel voldoende takt. De draf, dan maakt hij ook voldoende ruimte, voldoende takt. Dan zou hij ook wat meer in door het lichaam kunnen lopen. Dan zie je toch iets die gedreven lendenen weer terug. Ik krijg vandaag een tweede premie. This foal gets a second premium today. Hier bij de uitslag van nummer 43, de jonge Ulbram Mal-Onne. Een veulen die voldoende in verhoudingen staat, voldoende ontwikkeld is. De hoofd zou een fractie sprekende kunnen. De hals zou wel iets meer lengte mogen hebben, maar is voldoende verticaal gesteld. De bovenlijn is verder correct. De kruis voldoende qua lengte, iets hellend. De stap, hij is hier voldoende ruim en laat hij veel activiteit zien. In draf dus laat hij ook veel lichaamsgebruik zien, kan hij ook wel makkelijk schakelen. Heeft hij ook voldoende souplesse. Het enige dingetje wat hij mag laten zien is wat meer oprichting. Verder een hele nette draf. Op basis van deze gegevens krijgt hij vandaag een tweede premie. This foal gets a second premium today. Second premium.
8 veulens zo dadelijk aan de beurt. Graag ook in deze volgorde de piste betreden. 5, 7, 10, 16, 18, 28, 35 en tenslotte 37. Dat zijn de kandidaten voor het kampioenschap. Hier bij de uitslag van nummer 44, een jonge Matthijs Maulke. Dat is een voldoende langgelijnd veulen die ook wel goed in verhouding is. Het zal misschien een fractie opwaarts gebouwd kunnen zijn. Het is goed ontwikkeld, een mooi rastypisch hoofd. De hals is lang en staat ook verticaal gesteld. De bovenlijn is verder correct, kruis is lang en ook wel correct qua ligging. De stap zal misschien wat ruimer mogen, is wel actief. En zal wat meer buiging in het achterbeen mogen tonen. De draf, voldoende ruimte, voldoende takt. Maar mist daarin soms wat de afdruk en de oprichting. Mede door zijn goede rastype krijgt hij vandaag een tweede premie.